Leerdoel: implementeren van het plan van aanpak. In de voorgaande animaties heb ik de verschillende onderdelen van het plan van aanpak besproken. Nu het plan van aanpak gereed is, gaan we over tot de implementatie daarvan. De afdeling strategie heeft samen met het bestuur en een groep medewerkers hard gewerkt aan het uitwerken van de langetermijnstrategie van de onderneming. Het plan van aanpak is gereed. Met behulp van modellen uit de marketingtheorie heeft men de externe en interne omgeving verkend en risico's geïdentificeerd en gecategoriseerd. Vervolgens heeft men de risico's beoordeeld, gebruikmakend van de risicomatrix. Ten slotte zijn er beheersmaatregelen geformuleerd. Het plan van aanpak op ondernemingsniveau is nu gereed. Het is tijd om de strategie met alle medewerkers te delen. Dat betekent dat het werk in fase 1 gedaan is. Fase 2 gaat nu beginnen. Alle afdelingen worden bijgepraat over de te volgen langetermijnstrategie en alle afdelingen gaan nu jaarplannen opstellen over hun bijdrage aan de uitvoering. Dat betekent dat de plannen op afdelingsniveau moeten passen bij de langetermijnstrategie op ondernemingsniveau. Dat geldt ook voor de risico's. Hier zie je het verband tussen langetermijnstrategie en risicomanagement op operationeel niveau. De afdelingen bepaalden welke van de risico's op ondernemingsniveau relevant zijn voor hun afdeling en welke beheersmaatregelen moeten worden geïmplementeerd. De afdelingen volgen de planning- en controlcyclus die in de vorige animaties zijn behandeld. Daarbij maken de afdelingen gebruik van de communicatie over de strategie vanuit het bestuur. Dit noem je top-down communicatie. Top-down communicatie betreft alle informatie en instructies waarbij gebruik wordt gemaakt van hiërarchie. Top-down communicatie begint bij de directie en gaat dan georganiseerd via verschillende managementlagen naar de werkvloer. Als het goed is, dan heeft het bestuur al een representatieve groep medewerkers betrokken bij de strategievorming. Dit noem je bottom-up communicatie. Bottom-up communicatie betreft alle informatie van medewerkers aan hun leidinggevende. Als het goed is, dan herkennen medewerkers zich dus al in de langetermijnstrategie zoals die nu met hen wordt gedeeld. De ontwikkeling van de strategie, de uitvoering daarvan en het managen van risico's kost geld. Daarvoor is budget nodig. Dat budget volgt uit een begroting van de kosten en opbrengsten. Realiseer je daarbij dat niet alleen de risicobeheersmaatregelen geld kosten, maar dat ook medewerkers, wiens taak het is zich bezig te houden met het risicomanagement, geld kosten. Nadat op afdelingsniveau alle risico's in kaart zijn gebracht, wordt er een risklog opgesteld. Een risklog zou er als volgt uit kunnen zien. In het risklog staan alle risico's vermeld, geprioriteerd op volgorde van grootte van mogelijke impact. Het risklog wordt zowel op bestuursniveau als op afdelingsniveau opgesteld. Een andere manier om alle onderdelen van het ondernemingsrisico in kaart te brengen is door middel van een risicocanvas. Zo'n canvas kan er als volgt uitzien. In de volgende les besteden we aandacht aan het monitoren van risico, fase 3 in het ondernemingsrisicoproces. Ga naar onze website voor veel meer oefenopgaven en uitleg over GRC. Wil je over andere onderwerpen in het vak GRC leren? Check dan de playlist Introductie GRC. Vergeet niet je te abonneren op ons kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe animaties en andere economische vakken.